schat. Hij is ook zo lief. Je bent lief hoor. Ja, kijk die eten dan. Je moet je voorstellen, het zal een familielid van je zijn die hier zit. En we doen deze activiteit. Ik merk gewoon hoe de ouderen hierop reageren, positief. Nou ja, ik ben een gevoelsmens, dus ik kreeg een traan in mijn ogen vorige week. Oh, wat lekker is het. Ik heb zelf al een hond gehad, dus ik weet wat het is. Dan is een mevrouw die kan niet zien, die merkt dat die ezel in de buurt is, wil toch stro en hooi geven. En daar hebben we nu de ezel wat dichterbij gebracht en haar hand op de neus gelegd. En meteen contact. Echt leuk, de ezel merkt dat en die mevrouw die merkte dat ook. Mooie ogen, gelukkige beestje. Dat is een van de mooiste die dingen, hè. Als je er niet naartoe kan gaan, dan kom je naar hier. Je moet het niet voor zijn, hoor. Hebben we leuk? Ja, ja hoor. Wel voor de oudere mensen. Kun je proberen, meneer Kriek? Het zijn toch mensen die dement zijn en een bepaalde aanraking willen. En dat is gebeurd en gelukt. Het is echt liefde. Zo van, wat je doet met ons is goed.